Hoi Bo, vandaag aangekomen in Nergenshuizen. Je weet wel, waar mijn oom en tante wonen. Je kan alleen met de bus naartoe en dan nog een pokkeind lopen. Maar dat is helemaal niet erg, want oom Hans en tante Frans is supercool. En ik ga elke vakantie wel een paar dagen bij ze logeren. En meneer, heeft u een keuze kunnen maken? Ja, ik wou een uitsmijter met kaas en bruin brood. Het is altijd flink aanpoten in de zingende kok. Schatje, haal jij even de dagschotel van de kaas? Maar ik vind het leuk om te doen. En omdat oom Hans en tante Frans nou eenmaal zijn wie ze zijn, valt er altijd wel wat te beleven. Anna, de afwas, heb je dat gezien? Ach, kan jij misschien? Jij misschien? Anna, de kattenbak, heb je dat gezien? Ach, kan jij misschien? Jij misschien? Anna, de vuilniszak, heb je die gezien? Ach, kan jij misschien? Jij misschien? Heel even. Ook de kat nog eten geven? Anna! Anna! Weet je, Bo? Eigenlijk is oom Hans een hele lieve, slechte kok. Alles wat hij probeert te maken, verbrandt of ontploft of bakt aan. Lieve Frans, nu jij toch op dat trapje staat, zou je hem die kom met beslag kunnen aangeven als je wilt? Is dit hem? Ik heb er een etiketje op geplakt. Ja, wat staat er dan op? Ja. Wat erin zit natuurlijk. Pannenkoekenbeslag. Ik zie niks. Oh, wacht hier. Ja, ik heb hem. Lieve Frans, zou je de pannenkoeken van de kaart willen halen? Ook die met appels en rozijnen? Ja, die hoop. Dank. Dag. Zeg, veel plezier. Ja. En heb ik je ooit verteld van die keer dat oom Hans popcorn wilde maken en iedereen de keuken moest ontvluchten? Geen paniek. Hans? Hans, ben je daar nog liever? Maak je geen zorgen, schat. Alles onder controle. Geloof ik. Een handje per keer in de pan doen. Dat had ik misschien beter even kunnen lezen voordat ik begon. En meneer, heeft u een keuze kunnen maken? Ja, ik wou een uitsmijter met kaas. De uitsmijter hebben we even van de kaart moeten halen. Klein ongelukje met de eieren. Eigenlijk is de hele kaart komen te vervallen, vrees ik. Wat moet ik nou? Neem ondertussen gerustig wat popcorn. Het is gratis vandaag. En morgen en overmorgen ook, vrees ik. Dagenlang kregen de klanten gratis aangebrande popcorn bij de lunch. Stofzuiger raakt verstopt van al dat spul. Hans, lieverd, wat staat er dan nog wel op de kaart? Nou, het gasfornuis kunnen we even niet gebruiken, maar maak je geen zorgen. Ik verzin wel iets. Als oom Hans het echt niet meer wist, was het tijd voor het enige gerecht dat echt nooit kon mislukken. Mag ik voor u noteren? Iets kunnen vinden op de kaart. Met betrek! U moet me even excuseren. Er is vandaag helaas geen taart. Wat had u willen eten? U bent tenslotte onze klant. Met betrek! Nou, dat was ik haast vergeten. De worst is aangebrand. Maar wat je altijd kunt bestellen is patat met frikandellen. Patat met frikandellen. Patat met frikandellen. Ik heb nooit een klacht gehad. Nee, nooit. Ik heb nooit
dat had. Een omelet met ham of kaas. We hebben Goudse en Edammer. We hebben trek, we hebben trek. Alle kaas is op helaas. Is dat nu niet even jammer? Ik kan u alles aanbevelen. Gekookt, gebakken of geproefd. We hebben trek, we hebben trek. Alleen de verse rapen stelen. Die zijn per ongeluk ontploft. Maar wat je altijd kan bestellen is patat met frikandellen. Patat met frikandellen. Patat met frikandellen. Ik heb nooit een klacht gehad. Nee, nooit, nooit, nooit. Ik heb nooit een klacht gehad over frikandellen en patat. Anna, je bent er. Hans. Ik begon me al een beetje ongerust te maken. Er staat namelijk een enorme afwas. Anna, lieverd. Hans, wat een onzin. Die afwas die doen wij lekker zelf. Mwah. Heb je een goede reis gehad? Heb je al gegeten? We hebben patat met frikandellen. Nee, dank u wel. Ik heb zelf boterham bij me. Lekker met een stukje ijsbergsla. Ijsbergsla? Ik ga even mijn tassen uitpakken. Kom je zo op. Ijsbergsla? We zitten hier toch niet op de Noordpool? Ach, ze wil ons gewoon niet te veel tot last zijn, denk ik. Familietrekje. Familietrekje? Ik zit zeker nog maar 20 borden. Wil er iemand misschien een passie? Patat met frikandel. Nee. Gratis. Van het huis. Omdat Anna er is. Nee. Niemand? Hoi Bo. Vandaag stond oom Hans alweer vroeg op om nieuwe gerechten te bedenken. Frans, schat, zullen we morgen een feestlunch geven omdat Anna er weer is? Maar wat wil je dan gaan koken, lieverd? Iets uitzonderlijks. Iets exclusiefs, iets buitengewoon exclusief uitzonderlijk, iets heerlijks. Ja, iets... ja, dat lijkt me een heel goed idee, lieverd. Maar zou je dat nou wel doen? Niet te zout, niet te zoet, precies goed. Weet je wat? Ik ga gewoon zelf vragen wat ze lekker vindt. Ja, nou, dat lijkt me een heel goed idee. Hij wilde pizza's maken, geloof ik. Kneed en deeg. Maar dat liep niet erg goed af. Frans, schatje, kun je me misschien even helpen? Wat ben je aan het maken, schat? Ik maak pizza. Dat vinden kinderen lekker. Pizza met veel gezonde dingen erin. Quattro stagioni. Quattro sta wat? Quattro stagioni, dat betekent vier seizoenen. Met paprika, tomaten, champignons en salami. Maar lieverd, jij hebt van je leven toch nog nooit een pizza gemaakt? Maar het staat er toch echt allemaal in? Ik kan alleen de pagina niet meer omslaan. Ik heb mijn leesbril boven laten liggen. Ja, doe maar. Hans? Moet je dat nou plat maken? Is het... Een bal. Een bal. Met een bal. Nee. Maar alle kinderen houden toch van patat, frikandellen en een klein beetje appelmoes? Ik lust het wel, maar niet te vaak en zeker niet elke dag. Ja, weet het de laatste tijd wel erg vaak, hè? Maar ja, ik krijg er nooit klachten over. Het is toch mijn feestlunch? Het is jouw feestlunch, kindje. Dan doe ik de boodschap. Ik hou wel even geld bij tante Frans. Ja, maar ik heb nog 20 kilo zakken patat. Ik heb nog 225 frikandellen en... Anna, wel voor 12 uur terug zijn, hoor. Want er komen de gasten voor de lunch. En Anna, ik ben hier de kok. De... Ik ben een hele slechte kok. Ik ben een waardeloze vent. Ik ben een flop kok. In mijn dromen... Ben ik de beste van het land? Wil iedereen wel komen naar mijn restaurant? Zelfs onze eigen koningin heeft het reuze naar de zin. Ik ben een top, 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 top. Ik ben een top, 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 top. Ik ben een top, 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 top.
In mijn dromen ben ik verschrikkelijk beroemd. En in mijn dromen is er een straat daarbij genoemd. En zelfs de Franse president vindt mij een toffe vent. Want ik ben een top, top, top. Kook ik de sterren bij elkaar. En in mijn dromen ben ik een keukentovenaar. En de imam en ook de paus staan te zwikkelen van mijn saus. Want ik ben een top, 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 top. Waarom gaan we niet gezellig met z'n allen boodschappen doen? Ja, goed idee. Dan ben jij er ook weer eens even uit, hè, Hans? Eerst even dit. Wat is dat? Dat is een pizza quattro stagioni. Nou, dat denk ik niet, Hans. Eet niet altijd hetzelfde. Gevarieerd. Dat zeg ik, Frans. Dus, eet niet te veel, niet te vet. Veel groente, fruit en brood. En wat was dat andere ook alweer? Dat je genoeg moet bewegen. Ja, dat is logisch. Maar mensen willen toch gewoon lekker eten? We zouden toch een feestlunch maken? Ja, dat doen we ook. We beginnen met het brood. Maar waar is het brood? Daar toch? Jij wilde wit toch, Hans, schat? Ja, lekker. Maar als je gezond wilt eten en je eet goed wilt verteren, heb je voedingsvezels nodig. Voedingsvezels? Wat zijn dat nou weer? Zo'n 30 gram per dag. En in bruin brood zitten er veel meer dan in wit. Bij 100 gram, dat is ongeveer 3 boterhammen, is dat 1 gram. Maar bij volkoren brood is dat 7 gram. Goh, is dat 7 keer zoveel? Dat wist ik helemaal niet. Kijk maar, je kunt ook op etiketten zien hoeveel suiker en hoeveel vet erin zit. Te veel vet en suiker is bijvoorbeeld weer minder gezond. Frans, geef me je bril eens. Nee, te veel suiker is helemaal niet goed voor je. Daar word je ook alleen maar dik van. En het is slecht voor je tanden. Ik zelf neem nooit meer dan 1 klontje suiker in de thee. Jij toch ook niet, Hans? Nou ja, 1,5 klontje, maar ik drink eigenlijk nooit thee. Ik drink liever een glaasje fris. En daar hoef je helemaal geen klontjes in te doen. Nee, daar zitten al klontjes in. Hoezo? In 1 glas fris zit evenveel suiker als in 5 klontjes. Hans, had jij laatst geen gaatje in je kies? Begin daar nou niet weer over. Ik krijg er meteen weer last van. 5 klontjes, zei je. Frans, schatje, ik voel me ineens zo enorm geïnspireerd. Goh, lieverd, dat is fijn. De schijf van 5. We maken een hele nieuwe kaart. En dan ga jij vast stilzitten en papier halen. Dan gaan Anna en ik aan de slag. De nieuwe kaart. De nieuwe kaart. De nieuwe kaart. En zo, Bo, kreeg de zingende kok een nieuwe kaart, hadden de gasten veel meer keus en aten ze veel gezonder. En om Hans? Ach, om Hans blijft om Hans. Een slechte kok met een gouden hart. In mijn dromen ben ik de beste van het land. Wil iedereen wel komen naar mijn restaurant? Zelfs onze eigen koningin heeft het reuze naar de zin. Ik ben een top, 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 top,
In mijn dromen ben ik verschrikkelijk beroemd. En in mijn dromen is er een straat daarbij genoemd. En zelfs de Franse president vindt mij een toffe vent. Want ik ben een top, top, top.